Mogelijk bij God. 27 oktober. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. Johannes 10, vers 16. God heeft zijn kinderen onder elke bevolkingsgroep. Hij zal ze roepen met scheppingskracht. En ze zullen geloven. Wat een kracht ligt er in deze woorden, als we in de frontlinie staan en ontmoedigd dreigen te raken. De geschiedenis van Peter Cameron Scott is daar een goed voorbeeld van. Hij werd geboren in Glasgow in 1867 en hij was de oprichter van Africa Inland Mission. Maar het begin van zijn werk in Afrika was allesbehalve rooskleurig. Zijn eerste reis naar Afrika eindigde toen hij ernstig ziek werd door malaria en terug naar huis moest. Hij besloot om na zijn herstel opnieuw te gaan. Tot zijn grote vreugde ging dit keer zijn broer John met hem mee. Het duurde echter niet lang of John werd geveld door koorts en hij overleefde het niet. Moederziel alleen begroef Peter zijn broer, maar te midden van het lijden besloot hij opnieuw om zijn leven te wijden aan de evangelieverkondiging in Afrika. Toch moest hij al snel weer terugkeren naar Engeland, omdat zijn gezondheid hem opnieuw in de steek liet. Hoe moest hij door het verdriet en de rouw van die dagen heen komen? Hij had zijn leven aan God overgegeven. Maar waar zou hij de kracht vandaan halen om terug te gaan naar Afrika? Bij de mensen was dat onmogelijk. Hij vond die kracht in Westminster Abbey. David Livingstone's graf is daar nog altijd te vinden. Scott kwam stilletjes binnen en knielde ervoor neer om te bidden. Het opschrift luidt: Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook hen moet ik binnenbrengen. Hij stond op, met nieuwe hoop, en hij ging terug naar Afrika. En vandaag is de organisatie die hij oprichtte een vitale en groeiende kracht voor de evangelieverkondiging in Afrika. Als het jouw grootste vreugde is om zo vervuld te worden met Gods genade dat die genade overvloeit en ook anderen ten goede komt, dan is het de heerlijkste boodschap die je kunt bedenken, dat God het onmogelijke door jou heen wil doen, tot heil van onbereikte volkeren. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.